op de Cluedo Mansion. In de dinerzaal van mevrouw Zwartjes. Mevrouw Zwartjes is een zeer vermogende weduwe die al jaren alleen woont op de Zwartjes Mansion. In de loop der jaren heeft zij veel problemen gehad met omwonenden, familie en verschillende omstanders. Om de strijd bij haar te begraven heeft zij iedereen uitgenodigd voor een chic diner op de Zwartjes Mansion. Alle genodigden zitten aan tafel, terwijl ze daar eigenlijk liever niet willen zijn. Kijk maar eens goed naar de gasten aan tafel. Kolonel van Gelen, juffrouw Paars, boswachter Rijkenboom, de dames van blauw tot draad, Rosa en Mimosa Roodhart, Mr. en Miss White, en tot slot de zoon van mevrouw Zwartjes, dokter Rosé. En dan komt plots de huishoudster binnen, mevrouw Ottertje. Geroot, Lutwa, geroot, Lutwa. Wat denkt u? Ik vind mevrouw Zwartjes dood op de rustoel. En dan nu de grote vraag. Wie heeft de moord gepleegd? Wat was het moordwapen? En waar is de moord gepleegd? Aan jullie nu de taak, alle schatjes van groep 8, om deze moord op te lossen. Help ons, alsjeblieft.